Noord-Holland, Midden-Beemster is dit. En deze molen, de Nachtegaal, 350 jaar oud. En er zijn ongeveer 1200 molens, zo'n 1500 molenaars. En ik ga vandaag één van die molenaars portretteren. De zon komt langzaam op. Dus als je dan dit kijkt, daar komt dan een beetje dat rooie, rozige. En die molen, de sexy kant, dit is de sexy kant van de molen. Hier. Ja. Kijk hoe mooi het daar wordt. Kijk, in principe maak ik 3 foto's. Kijk eens. Nu gaat hij een beetje de vuur. Wat je eigenlijk doet als molenaar is wachten op de wind. En als fotograaf wacht je eigenlijk op het licht. En zo wacht iedereen op zijn eigen element van de elementen. Molenaar Sander. Bent u nou helemaal verliefd op de molen? Nou. Nee? Nee. Dat kan je ook niet zeggen. Maar nee. Ik kan hem niet wegdenken. Hij is altijd in uw leven eigenlijk nu? Ja. Ja. 'S ochtends. Nou ja, het is gewoon, maakt deel uit van mijn leven. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Weet je dat ik nog nooit in een molen ben geweest? Ik ben nog nooit in een molen geweest. Nee. Oh, volgens mij past dat niet, dit nu. Even kijken of dat past. Dat dacht ik al. Zie je, ik zit vast. Dit is wel heel vet. Een stormluik eruit, dat klinkt heel goed. Kom dan extra Ja, kom maar op met dat stormluik eruit. Het is wel vet daar hoor. Ja, ik zie het. Nou ja, dan gaat mijn broek maar eraan. Maar hey, alles voor het shot, hè? Kan je een klein stapje naar voren doen, Sander? Juist, daar. Hop. Kijk omhoog als je wil naar mij. Ja. Ik stuur je wel. Ja, als je een klein beetje zo staat, vind ik het wel mooi. Ja, klein beetje. Ja, daar. Ja, dit. Ja, dit is ook mooi. Weet je zien? Ja. Ja, een oude kop in een oude molen. Dan voel je hem hier in je rug. Oh ja. Maar heel zachtjes, daar voel ik hem hard in de rug. Ja, nee, maar dan moet je voelt, als je zo gaat staan, voel je hem altijd in de rug tegen de wind in. Nee, maar je moet echt met je gezicht naar de kant staan waar je denkt dat de molen moet gaan komen. En dan voel je hem nou in je rug. Oh ja, ik voel hem in je rug. Ja, ik voel hem in de rug. Dus dit is goed? Ja, dit is goed. En met deze molen is het zo, wat vandaag niet afkomt. Dat doen we morgen. Doen we morgen. Ik vind het best wel eng zo hoog als hij gaat. Echt niet. Het is ook zwaar en gevaarlijk werk, zo lijkt het. Als je erin thuis bent, is het niks gevaarlijker dan met de fiets in de stad. Ah, daar gaat ie. Een mooi gezicht is dit. Wat vind je het mooiste van de molen? Ze zeggen wel dat je moet met je poot in de klei staan. Nou, deze molen staat met zijn poot in de klei. Hij leeft, wordt graag gemalen. En gewoon prachtig. Edele man, dank u wel. Heel bedankt.